Zo, hele lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Ik zeg geen goeiemorgen, ik zeg goeie avond. Reden. Ja, ik wou toch eerst, de bekerfinale deze keer afwachten. Ik was even plan om niet te gaan kijken, maar ja, je wordt toch zo getriggerd om toch te gaan kijken. Start vanmorgen. Ik ben vanmorgen niet naar de gym geweest of hard gelopen. Waarom? Dood eenvoudige reden. We moesten vroeg voetballen. 12 uur. In Horst. Tegen Bitterhorst. Belangrijke pot. En die moesten we spelen om 12 uur. Dus, alles bij elkaar. Te weinig tijd om nog eventjes naar het bos te gaan of om te gaan gymmen. Oké. Nou, toen dacht ik van, nou, dan ga ik onderweg naar Malle dit doen, een vlog opnemen. En toen dacht ik eigenlijk van, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga het anders doen, deze keer, vanavond. Waarom? Gewoon omdat ik toch wel, ik was toch wel nieuwsgierig voor die bekerwedstrijd. Natuurlijk, eerst onze eigen wedstrijd, uiteindelijk gewonnen. 2-1, jongens, bedankt. Helemaal top. Doen we onszelf alleen maar goed aan om te winnen. Maar toen dacht ik in één keer van, oh ja, op de terugweg van Malden naar Gravenkamp ook niet. Nou, toen dacht ik van, dan doe ik het zelfs al. Dus bij deze, nou ja, bekerwedstrijd net gezien, Feyenoord gewonnen, 1-0. Was een mooie pot om te kijken. Zeker voor de neutrale toeschouwer zat veel vuur en strijd in. Van beide partijen. De ene keer was Feyenoord bovenliggend, de andere keer was NEC bovenliggend. Al met al gewoon een leuke pot om te kijken als neutrale kijker. In zoverre neutrale kijker dat je. Ik had gevoel, formeel gesproken zeg ik, als spelers had Feyenoord eigenlijk helemaal niet in de finale mogen staan. Had PSV er eigenlijk gewoon moeten staan naar die scheidsrechtelijke dwaling. Om PSV geen penalty te geven met die overtreding van Wijver op Noah Lang. Daarmee was het met een penalty waarschijnlijk 2-2 geworden. En dan was Wijver het veld moeten verlaten met 2 keer geel. Dus tot met die man, met alle waarschijnlijkheid, had PSV de wedstrijd dan gewonnen. Maar goed, is niet gebeurd. Is nu dus Feyenoord NEC. Oké, het zij zo. Maar goed, dat dus in een heel kort stuk, want het is maar ongeveer 3 minuten dat ik heb opgenomen. Ik was er toen niet bij de gym. Ik ben ergens heen geweest om mijn fiets lekker te halen. Een ijsje. Dus ja, dat is dichter in de buurt dan de gym. Dus ja, dan ben ik nu al thuis. Dus heb ik een heel kort verhaaltje. Maar goed, uiteindelijk is het dus zover dat, ja, dat nogmaals, dat NEC dus gewoon helaas verloren heeft. En ja, dat Feyenoord dan gewonnen heeft, ja, dat zeg ik nou 3 keer. Maar goed, hoe het ook zij, voor de neutrale kijker was het een leuke pot om te kijken. En voor de rest, ja, nogmaals van onze kant uit, bij Wethorst was ook een leuke partij om, leuk, spannend, zat van alles erin. Maar goed, uiteindelijk hebben we ook een paar keer de grensrechter, die overigens fantastisch gevlacht had voor ons. Niet zozeer dat hij echt in voordeel vlagde, maar gewoon wel duidelijk was, oké, bij een overtreding waarvan zij meende dat er een penalty was. Terwijl wij vanaf de bank zagen dat gewoon de bal werd gespeeld. En hij bleef gewoon daarbij. Ja, en toen bleek het uiteindelijk ook nog eens een keer buitenspel te zijn. Of iets jaars. Maar in ieder geval, of iets met een zwalbe kreeg ik later ook nog te horen. Dat hij uiteindelijk daarvoor afgefloten is. Maar goed, het zei. Zo, we hebben gewonnen. 1-2 was dan uiteindelijk de officiële uitslag. Punten verdiend. We hebben weer een beetje lucht. Naar boven toe, of de mensen eigenlijk naar onder toe. Want Wethorst was natuurlijk onze directe concurrent qua plaats, positie, op de ranglijst. Nu kunnen we een klein beetje naar boven kijken. En ja, we hopen dat we dat nog mooi even over de streep in kunnen trekken. Donderdag bekerwedstrijd. Mogen we lekker aantreden
richting Racen tegen Excelsior. Dus ben benieuwd. Goed, ga ik deze afsluiten. Even duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. En dan zien we de volgende keer weer terug. En dan weer gewoon vanuit de gym, of tenminste daarna, of hardlopen, of iets dergelijks. Zie wel. Dus in een normale vorm, ochtend, ben ik er weer. Dus, ik zeg bij deze tot ziens, de groeten. En ciao.